ja, het blijft toch iets bijzonders, weet je wel. Het ene moment lig je als een mogol te zingen in de badkuip naar een of andere radiobad heen. En voor je het weet rij je langs het Malieveld onderweg naar Grand Café in de lachende anus. In Appelscha. Nee, dat is niet waar. Ik ga natuurlijk niet, terwijl er zo'n enorme pandemie gaande is, zomaar Formule 1 naar Grand Café in de lachende anus in Appelscha via het Malieveld. Want ik neem al die regels bloedserieus natuurlijk. Dat is wat ik doe. Ik neem die mensen serieus. En daarom beperk ik mijn reisbeperkingen. Ik ga niet zomaar risico lopen. Of ik neem die verantwoordelijkheid. Ik neem die verantwoordelijkheid voor mezelf en voor de ander. Hallo stuur, dat is wat ik doe. En ik hoop dat ik op die manier, door een tandje erbij te zetten, dat ik toch nog met mijn geliefde kerst kan vieren. Want dat laat ik afhangen van een of andere doorgesnoven junk. Die zegt voor het christendemocratisch appel te werken. Eigenlijk gewoon voor het satanisch appel werken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Weet je, ik blijf het zo ontzettend bijzonder vinden. Elke dag weer. Elke dag weer. Als ik wakker word, dan denk ik... Pleuris, wat bijzonder. Weer een dag op. Wat gaan wij vandaag allemaal doen? Dat is wat ik denk. Ik blijf het gewoon bijzonder vinden, weet je wel. Ik kan, as we speak, beslissen van... Nee, niks krankenvee in de lachen aan is in Appelscha via het Malieveld. Ik heb trek in een oliebol. Met poedersuiker. En weet je wat deze jongen dan doet? Dan rijdt hij gewoon een stuk door naar de oliebolkraam. En dan bestel ik een oliebol. Of niet, kan ook. Je kan ook die vent gewoon als een halve mogol aan gaan staan kijken en dan kijken wat er gebeurt. En dat is juist het mooie eraan. Je bent constant aan het creëren, weet je wel. Want ja, ik rijd dan maar naar oliebol, maar of ik nou een oliebol bestel of dat ik die vent als een artiest aangestaan loop staren, ja, de uitkomst is heel anders. En dat maakt het zo leuk. Dus elke dag heb je de keuze van wat ga ik doen. Maar ja, die heeft niet iedereen, weet je. Want voor hetzelfde geld was ik in Zuid-Soedan geboren. Ja, en dan had ik die keuze niet. Nou, ik wel kunnen denken van, joh, ik heb trek in een oliebol. Maar ja, dat is lang lopen voordat jij een oliebol hebt. Daarbij, zodra die plaggoot uitkomt, dan mag je lang blij zijn als je niet 3 kogels door je hersens hebt. Dus ja, die zaken liggen heel anders. En weet je, voor het zijn aan zich maakt het niet zoveel uit. Maar voor de ervaring wel. Plus het feit dat... Ik zou maar gokken dat ze daar geen oliebol hebben. Maar goed, dat weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Als ze oliebol hebben, ja, dan moet je hem verdomd snel opeten. Want ik denk dat hij zo wegsmelt in je handen als je hem eenmaal hebt gekregen. Maar goed, het kan ook zomaar zijn dat hij gewoon heel erg op temperatuur blijft. Je weet het niet. Maar voor die mensen is het wel relaxed. Die blijven ook lekker op temperatuur, toch? Als ze doodgeschoten zijn of niet, dat maakt niet uit. Ze blijven op temperatuur. Dus ja, ik blijf het bijzonder vinden. En weet je, ik denk dan bij mezelf, weet je, we hebben die keuze. Laten we er gewoon wat van maken. Want je kan wel als een mogol elke dag het leven leiden wat ze willen dat je leidt. Maar daar schiet je natuurlijk geen fuck mee op. Ik bedoel, jawel, we moeten allemaal doen... Kijk, als iemand tegen jou zegt, dit moet jij niet doen, dan moet jij dat niet doen. Want jij bent niet de baas over jezelf. Weet je? Jouw lot ligt iemand anders handen. Ja, en dat vind ik ook zo mooi in deze tijd, weet je. De kersttijd. Ja, je kan wel een lijstje leveren. Maar ja, je weet nooit wat je daadwerkelijk ook gaat krijgen. Misschien denkt de kerstman wel van, fuck jou, ik geef jou gewoon een of ander kutboek. Van een of andere literaire mislukking. Ja, het blijft gewoon spannend. Dus jongens, maak er een mooie kerst van en een hele fijne hallo.